Ja, u heeft natuurlijk uw roots liggen in Twente. Ik meen zelfs een beetje uw geboortestad of heel nabij. Het is heel nabij. Het is een stad waar ik op de middelbare school gezeten heb. Waar ik ook mijn sociale leven lag daar. Dus ik ken de stad Almelo heel goed. Er woont zelfs hier en daar nog wat familie van mij in die stad. En het is ook een deel van het land waar ik vandaan kom. In die zin dat het, dat spreekt ook aan als dan zo'n vacature komt. Hè? Dat je denkt, het is ook in een gebied dat je goed kent en waar je wortels hebt liggen. En ik ben gevoelig voor dat soort sentimenten. Almelo krijgt een burgemeester die ooit de jongste burgemeester was. Ja. Nou schijnt dat ook in Hengelo te zijn. Ja. Ook een burgemeester die ooit de jongste was. En ook in Enschede zit een burgemeester die ooit de jongste burgemeester was. Zit daar in Twente een voorkeur voor mensen die heel jong hun carrière starten? Je zou het bijna denken. Inderdaad, toen ik in de gemeente Haren werd aangesteld, was ik de jongste burgemeester van Nederland. Daar ben ik 2 jaar lang geweest. Toen werd ik weer opgevolgd door een andere, nieuwe jongste burgemeester. Maar mijn voorganger jongste burgemeester was burgemeester Sander Schelberg. Toen nog van de gemeente Schermer. Maar inmiddels mijn collega in de gemeente Hengelo. En een voorganger van hem was burgemeester van Veldhuizen. Toen nog in de gemeente Nieuwkoop. Maar inmiddels burgemeester van Enschede. We hokken een beetje samen daar straks in Twente, denk ik. En wanneer verwacht u dat de stap naar Almelo gemaakt gaat worden? Ik heb in de wandelgangen al gehoord dat september, oktober gaat worden. Is dat realistisch? Nou ja, er wordt bij procedures waarin een burgemeester moet worden gezocht altijd een tijdpad geschetst. En tot nu toe zijn alle stappen die in die procedure gezet moesten worden, zijn allemaal op tijd geweest. De laatste stap is een benoeming en die wordt volgens dat tijdpad wordt die voorzien in oktober. Het lijkt erop dat dat gaat lukken, maar dat is niet aan mij en dat is ook niet aan de gemeente Almelo, want dat is aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die krijgt nu een brief van de Raad van Almelo met daarop de aanbeveling om mij voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. En dan is het aan de minister om het initiatief te nemen om die benoeming ook echt in elkaar te zetten en aan de koning voor te leggen.